Op zondag 5 april 1914 werd het oude stadion met de internationale voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland geopend. In dit stadion, waar de wielersport hoogtij vierde en de baan, wanneer er andere wedstrijden plaatsvonden, netjes in een kist kon worden opgeborgen, was maar plaats voor ongeveer 20.000 bezoekers. Een aantal dat er bij internationale hockeywedstrijden lang niet aanwezig was. De belangstelling voor sport nam echter enorm toe. En in 1928 verrees tegenover het oude stadion het Olympisch Stadion. Belangrijke gebeurtenissen welke in dit stadion plaatsvonden volgen hier. De massale uitvoeringen van de Graal. Het 35-jarige regeringsjubileum van onze geëerbiedigde koningin. Het jaarlijks terugkerende internationale concours hippiek. Vermaarde atleten verschijnen aan de start. Massale gymnastiekuitvoeringen. De triomfale intocht van zijn koninklijke hoogheid, prins Bernhard. En internationaal voetbal met een belangstelling van ongeveer 50.000 bezoekers. Dit gedenkwaardige 25-jarige jubileum werd gevierd onder een meeleven van...